We staan hier bij het wijnhuis van de familie van Joni. En we zitten heel dicht bij San Gimignano. Dus wat anders dan een heerlijke Vernaccia. En ze hebben hier een gewone Vernaccia. Die is al heel lekker. En ze hebben ook een Reserva. Die is echt top. San Gimignano kennen we natuurlijk allemaal. Van al die torens. De een nog hoger dan de ander. Heel klein dorpje midden in Toscane. UNESCO Werelderfgoed. Dit huis dat is een echt familiebedrijf nog. We werden hier welkom geheten door een hele enthousiaste mama van Joni. En vervolgens heeft Lucia, die heeft ons een hele mooie rondleiding gegeven door over het hele perceel heen. Ze heeft ons de agritourisme laten zien, de plek waar de wijn en wordt bewaard. En de kelder, ze hebben hier een waanzinnig mooie kelder als je het hebt over barriques, dus houten vaten. Echt, het ziet er waanzinnig mooi uit. Wat ook heel gaaf is om te weten is dat al hun wijnen worden op een biologische manier worden ze gemaakt. Wow.